Niet op voetbalplaatjes of suikerzakjes, maar enkel en alleen op oude kranten was een jaar lang de verzamelwoede gericht van de leerlingen van de Krijnsenschool, een lagere school in Amsterdam. Met pakken tegelijk brachten de kinderen de dagbladen mee en op school werden er keurige stapels van gemaakt. Zwaar beladen kinderwagens, voortbewogen door jonge mankracht, gingen wekelijks naar de opkoper, die steeds de hoogste prijs betaalde, omdat hij wist dat de geldelijke opbrengst van deze handel niet werd omgezet in drop of kauwgum. Voor het geld wilde de school namelijk een geleidehond voor een blinde kopen. In een gestadig tempo werden de voorraden groter. De voorraad oude kranten bij de opkoper en de voorraad bankpapier in de schoolpot. Elke week kwamen de scholieren dichter bij de 350 gulden die nodig waren. En dat ene rukje werd gegeven. Eindelijk, een jaar na de start, zat de hond in de pot. Om de hond te kopen maakte de hele school een uitstapje naar een andere school. De in Amsterdam gevestigde blindengeleidehondenschool. Met eigen ogen konden de jongens en meisjes hier zien hoeveel een hond moet leren voordat hij geschikt is om een blinde te geleiden. De kandidaatkopers merkten tot hun verwondering dat zo'n hond vreedzaam moet zijn als een duif en dat hij zelfs in de buurt van een kat poeslief moet zijn. Het viel hun niet mee om een keuze te doen uit al die mooie dieren. Dieren wier opleiding vele malen meer kost dan de 350 gulden waarvoor ze aan de blinden beschikbaar worden gesteld. Na veel wikken en wegen, nadat elke hond nog eens goed bekeken was, lieten de jongens en meisjes hun keus vallen op een prachtige herder. De door de jeugd duizenden keren gestelde vraag, hebt u nog oude kranten, leverde dit resultaat op. Een trouwe en betrouwbare geleidehond voor een blinde.